Over de geboorte van Ismaël, de eerste zoon van Abraham. In dit zestiende hoofdstuk van Genesis, het eerste Bijbelboek, uh, is Abraham nog even Abram. Daar komen we later op terug, maar zijn naam is Abram en zijn vrouw is niet Sarah, maar Sarai. Uit hem gaat een heel volk komen. Je zou kunnen zeggen, maar dat moet u vooral niet te historisch opvatten. Uiteindelijk komen wij allemaal uit Abraham. Hij gaat een zoon krijgen. En dan kun je je afvragen: ja, waarom krijgt hij dan geen dochter? Een zoon is een metafoor in de Bijbel. Een zoon staat garant voor de toekomst. Als je geen zoon kan krijgen, wie zal er dan voor jou in de toekomst zorgen? Zoon is. Is als metafoor gelijk aan het hebben van toekomst. Abraham, die een heel volk zal hebben, maar een vrouw heeft die onvruchtbaar is. Dat lijkt me knap lastig. Er wordt jou beloofd dat zoveel als dat je maar sterren kan tellen, jij nazaten zal hebben, maar zelf kun je helemaal geen zoon krijgen. Je vrouw is onvruchtbaar en je bent inmiddels samen met jouw Sarai. Op hoge, hoge leeftijd. En terwijl zij, zo zou je kunnen zeggen, samen achter de rollator in het verzorgingstehuis lopen, gebeurt het volgende verhaal. Leest u mee Genesis 16. Sara'i, de vrouw van Abraham, baarde hem geen kind. Zij nu had een Egyptische dienstmaagd. Haar naam was Hagar. Sarai zei tot Abraham, zie toch, de Heer heeft mij toegesloten, zodat ik niet baar. Kom toch tot mijn dienstmaagd, misschien word ik uit haar gebouwd. Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Sarai, Abrahams vrouw, nam Hagar, de Egyptische, haar dienstmaagd aan het einde van de tien jaar dat Abraham in het land Canaan woonde. En gaf haar aan Abram, haar man. Hij nam hem tot vrouw. Hij kwam tot Hagar en ze werd zwanger. Toen zij zag dat ze zwanger was, werd haar meesteres gering in haar ogen. Sari zei tot Abram: Het geweld mij aangedaan mogen jou treffen. Ik zelf gaf mijn dienstmaagd in je schoot. Maar toen zij zag dat ze zwanger was, werd ik gering in haar ogen. De Heer richtte tussen mij en jou. Abraham zei tot Sarai, zie, je dienstmaagd is in je hand, doe haar wat goed is in je ogen. Sarai vernederde haar, zij vluchtte van haar aangezicht vandaan. En de engel van de Heer, de bode van de Heer, vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Soer. Hij zei, Hagar, dienstmaagd van Sari, van waar ben je gekomen en waar ga je heen? Ze zei, van Sari, mijn meesteres vandaan ben ik op de vlucht. De bode van de Heer zei tot haar, keer terug tot je meesteres en laat je vernederen onder haar handen. De bode van de Heer zei tot haar, talrijk, ja, talrijk zal ik je nageslag maken. Het zal niet te tellen zijn, zoveel is het. De bode van de Heer zei tot haar: Zie, je bent zwanger. Een zoon zul je baren. Je zult hem de naam Ismaël geven, want de Heer heeft jouw vernedering gehoord. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: zijn hand tegen allen, en de hand van allen tegen hem. Tegenover het aangezicht van al zijn broeders zal hij wonen. Zij riep de naam van de Heer die tot haar had gesproken. Jij bent God die mij ziet, zei ze. Moest ik dan hier komen, zien die mij ziet? Daarom noemt men de bron, bron van de levende die mij ziet. Die is daar, tussen Kades en Beret. En Hagar baarde Abram een zoon. Abram riep de naam van zijn zoon die Hagar had gebaard. Ismaël, Ismaël, wat betekent God hoort. Abraham was tachtig jaar en zes jaren toen Hagar Ismaël baarde aan Abraham. Ja, toch maar eens even zo'n verhaal langslopen. Want als je dit nou toch in je eentje leest, op je vakantie, uh, in een all-inclusive hotel, op je lichtbad. Ga maar lekker terug naar je meesteres en laat je vernederen. Dan denk je echt: yo, waarom is dit 20 eeuwen lang het boek der boeken in de westerse beschaving? Ik geloof er niks van. Dit is zwaar achterhaald. Uh, kunnen we alsjeblieft niet een beetje dit boek updaten en moderniseren? Ik kan u helemaal begrijpen, maar toch laten we aandacht krijgen voor het systeem achter de Bijbelverhalen. Zo intelligent als dat Bach een compositie maakt van zo'n symfonieën, zo eigenlijk ook de schrijver van Genesis in dit verhaal. U kent inmiddels het motief van geen kind kunnen krijgen en dan heel specifiek geen zoon hebben, geen toekomst hebben. Sara'i, de vrouw van Abraham, baarde hem geen kind. Er is geen toekomst. Maar zij nu had een Egyptische dienstmaagd, haar naam was Hagar. En Egyptisch wijst uiteraard naar Egypte. Dat is niet zozeer het land waar je met krastervakanties kan diepzee duiken. hoewel dat best wel lastig is geworden na de Egyptische revolutie. Maar ik bedoel vooral Egypte is een metafoor voor wat heel letterlijk in het Hebreeuws betekent: doodsland, systeemland, angstland. In Egypte wil je niet zijn. Uit dat land komt de dienstmaagd van Sarai. En Sarai zei tot Abraham op een avond, midden in de nacht, Goh, er was ons beloofd toch wel een enorm volk te krijgen, maar zie toch, de Heer heeft mij toegesloten, zodat ik niet baar. He, haar moederschoot, zou je klassiek Nederlands kunnen zeggen, is toegesloten. Kom toch tot mijn dienstmaagd, misschien word ik uit haar gebouwd. Dus ja, ik weet niet hoe je het noemt, misschien wel extreem modern of misschien wel een beetje raar, een soort driehoeksverhouding. Zij doet hier het voorstel. Ja, het zou ook een optie kunnen zijn, als wij geen toekomst hebben, dat jij de liefde bedrijft met mijn dienstmaagd, die uit Egypte. En uh, dat daaruit dan een zoon voortkomt. Ja, ik, uh, ik suggereer het maar, Abram. Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Dat is het beste wat je in de Bijbel kan doen. Horen naar een roepstem. Horen naar een stem van een ander. En Sarai, Abrams vrouw, nam Hagar, de Egyptische, haar dienstmaagd... aan het einde van de tien jaar dat Abram in het land Canaan woonde... en gaf haar aan Abram, haar man, hem tot vrouw. Sarai... Abrams' vrouw, Hagar, de Egyptische, alle verhoudingen, je zou kunnen zeggen. Het toneelscript wordt hier nu gegeven. Deze mensen zitten nu op de bühne. Dit zijn de rollen die ze spelen: man, vrouw, dienstmaagd. Nou, u voelt al aan uw water. Dit wordt natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. En hij kwam tot Hagar, Een mooi woord voor hij bedreef de liefde met. En ze werd zwanger. En toen ze zag dat ze zwanger was. Werd haar meesteres gering in haar ogen. Want ja, de jaloezie steekt toch de kop op. Je zegt wel: Nou, misschien is dat maar gewoon als een slavin een werkje voor haar om mijn kind te dragen. Maar ja, dat blijkt dan toch de moeder te worden. En Hager gedraagt zich er ook naar. Kijk nou eens: Ik ben eigenlijk de vorstin. Want ik draag het koninklijk nageslacht van Abraham. Sari zei tot Abraham. Het geweld mij aangedaan mogen jou treffen. Ik zelf gaf mijn dienstmaagd in je schoot. Maar toen ze zag dat ze zwanger was, werd ik gering in haar ogen. De Heer richtte iets, zette iets in tussen mij en jou. En dan zegt Abraham, ja, een beetje lafjes eigenlijk ook, maar gewoon: luister, uh, het is jouw slavin. Het is jouw uh, dienstmaagd. Uh, doe dan ook maar wat goed is in jouw ogen. Sari vernederde haar. Hagar, de Egyptische, moet vluchten. Zij moet vluchten. Zoals uiteindelijk zelf later Israël moet vluchten uit Egypte met de tien plagen door het water heen. Zo moet nu de Egyptische uit het midden van Abraham en Sarai wegvluchten. En zij vlucht dan naar een waterbron in de woestijn. Nou, u kunt zich een beetje voorstellen. Je kan wel 40 jaar in de woestijn verkeren, maar of je daar water vindt in de woestijn, weinig kans. Hier in het verhaal wel. Maar ja, in fictie kan alles, hè. Hans en Gietje hebben inmiddels ook een snoephuisje. Dus hier ook een waterbron, zomaar in de woestijn. En bovendien water uit de rots. We gaan er nog op terugkomen. Het is een prachtig ander verhaal. Hager, dienstmaag van Sari, van waar ben je gekomen en waar ga je heen? Er is een engel. Die Hagar ontmoet midden in de woestijn en haar de vraag stelt: Van waar kom je en waar ga je naartoe? Twee vragen die aanzetten tot de meest ultieme ontmoeting van hart tot hart. Waar kom je vandaan, wat is je oorsprong? En wat is je droom, waar ga je naartoe? En dan zegt ze ook: Ik ben van mijn meesteres weggevlucht. En hij zegt: Keer terug in je roeping, keer terug in je rol. Misschien heel raar om opnieuw vernederd te worden. Maar je hebt in dit verhaal een rol te spelen. Hè? Dit komt voort uit de pen van een schrijver, mag ik u daar even aan herinneren. Want Ismaël moet geboren gaan worden, de eerste zoon van Abraham. En je bent zwanger en je zult een zoon baren en je zult hem de naam Ismaël geven. Want de Heer heeft jouw vernedering gehoord. Ja, eigenlijk moet je zeggen, Hagar die wegvlucht, ten einde raad ligt daar in de woestijn. Zij wordt daar uiteindelijk gered. God van de Bijbel hoort niet alleen maar naar zijn eigen volk, naar zijn eigen mensen, naar zijn eigen aanhangers. Nee, zo werkt dat hier niet in de Bijbel. Hij hoort naar de zwakkeren. Hij hoort naar de abel. Ja, hij hoort zelfs uiteindelijk naar de kaaien als hij zwalkende en zwervende is. En er wordt een naam gegeven aan die eerste zoon van Abraham. En zijn naam is Ismaël. En die naam betekent God hoort. Want God hoort dus blijkbaar ook naar de verstotene. Ook al is het maar de dienstmaagd van de vrouw van Abraham. Ja, juist ook naar haar. En daarom wordt die waterrots genoemd. Bron van de levende. Een God die jou ziet. En ook vooral die jouw zoon hoort. God heeft gehoord. Ismaël is geboren. De eerste zoon van Abraham is geboren. Het is eigenlijk een beetje kerst. Er is een kinderke geboren in ons midden. Ismaël gaat ons voor.